Yo, kinders! Vandaag spelen we Clash Royale. Dit is een nieuwe serie. Het noemt Road to Nine 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 Bakers. Nine 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 dit is zo interessant. Holy moly. Enzo Knol speelt het dus. Het moet een goed materiaal zijn voor YouTube. Ja, dat is... Ja. Waarom speelt Enzo Knol dit in zijn video's? Wat is hier interessant aan, echt? Gunstelingen, doe mij een gunst en pak die reus. Oh, en batterij... Blijf vol tot het filmpje uit is. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een video van uh, hoe gezien hoe knol dit doet. Tja, daar gaan we op reageren. Daar gaan wij gebruik van maken door middel van deze uitdagingen, want het zijn er drie, te voltooien. In de vorige Royale aflevering heb ik. De allereerste fase gehaald. Hoe saai erdoor, is dit? Natuurlijk. Maar wij gaan het natuurlijk gewoon in één keer goed doen. Ik wil een hele grote shout-out geven aan jullie wow. allemaal. Kan Enzo knol toekomstverspel? Oké, daar gaan we. Dan doen we Dat is echt pijf. interessant. Pak hem! Nee, kom maar. Raket. Ja. Pak, die ra pak hem raket. Pak die toren. Nice. Ik ben gewonnen. Zo gaan we die 9999 bekers halen. We gaan even de chat lezen, because I am bored. Hey. NATO, is dit een goede dek? Ik heb koboldenton, gunstelingen, mini reus, musketier, prins, Speer, kobolden en valkyrie. Is dit goede spelling? Nee, want je zet geen komma's. Ik heb nog niet legen. Skelet engel. En leger. Wat een kankerspel is Mich dit ik fucking heb. Die zijn koningstoren bijna helemaal kapot. Die had nog maar 54 held. En dan krijgt hij mijn toch nog. Kree. Wat is dit voor kutspel? Ik blijf gewoon verliezen terwijl ik gisteren alles gewonnen had. Hoe tf, moet ik dan meer trofeeën krijgen? <middels>